Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ga ik weer eventjes de boeken die ik heb gelezen in de maand april met jullie bespreken. Ik vertel je even wat meer over de boeken en of ik je het een aanrader vond. Ik ben zelf echt een grote lezer, dus ik vind het leuk om dit met jullie te bespreken. Ik heb de boeken weer verzameld, dus ik ga jullie gewoon even vertellen waar het verhaal ongeveer over gaat en wat ik ervan vond. Dus ben je benieuwd naar mijn gelezen boeken van de maand april, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met het boek Geliefd. Dit is een boek van K. Bromberg en dit komt uit de Driven serie. Ik heb hier al meerdere boeken van besproken in mijn eerdere boekreview video's. Maar dit is het derde deel en het tweede deel had een soort van cliffhanger, zoals ik dat kan noemen. Ik weet niet of je dat zo noemt bij boeken, maar ik vond het best wel een cliffhanger. En ik kon dan ook niet wachten tot het derde boek uitkwam. Dit verhaal gaat over Colton en Riley. En Colton is een autoracer en hij heeft een race en hij crasht. Dat is dus het einde van boek 2. En de vraag is dus, overleeft hij die crash? Hij belandt in het ziekenhuis. Hij belandt ook echt wel in coma. Het is allemaal best wel heel erg heftig wat hij heeft. En ze proberen ook zo snel mogelijk om de pers bij dat ziekenhuis weg te krijgen. Want hij is een beroemde autoracer. Dus de pers zit er gelijk heel erg bovenop. Riley heeft het er heel erg moeilijk mee. Want haar geliefde Colton die ligt in het ziekenhuis en ze weten niet hoe hij eruit komt. Gaat hij überhaupt ooit nog kunnen racen? Gaan zijn hersenen helemaal goed komen? Uiteindelijk komt dat gelukkig goed. Hij komt uit het ziekenhuis en hij heeft wel een hele lange revalidatie voor zich. Maar hij mag een tijdje niet racen. En het is ook de vraag, durft hij weer te racen? Hij wordt wel een beetje onder druk gezet, ook door zijn ploeg. Van, je moet toch wel weer een keer in die auto stappen. Maar hij vindt het toch wel heel erg eng. Riley heeft ook gezegd van, ik zal bij je blijven. Ook als je weer gaat racen, ik zal aan je zijde staan. Maar ook zij vindt het best wel eng. Maar op het werk van Riley zijn ook best wel veel dingen die gaande zijn. Zij werkt dus bij een groep met kinderen die daar dus wonen in een huis. Die dus heel erg veel erge dingen hebben meegemaakt. Er is één jongen die heeft dingen meegemaakt. Zijn moeder is vermoord. En daardoor zit hij dus ook zeg maar in dat huis. Maar hij is heel stil. Hij praat eigenlijk bijna nooit. En sinds Colton ook in dat huis regelmatig komt, is hij ook wel wat vooruit gegaan. Hij durft weer wat meer dingen te vertellen. Hij lacht zelfs weer eens. En dat is voor die groep natuurlijk een hele grote vooruitgang. En Colton die gaat op een gegeven moment, is hij weer zo ver genezen dat hij ook wel weer gaat autoracen. En dat is heel erg spannend en hij vindt het heel erg moeilijk. Maar hij stapt uiteindelijk toch weer in die auto en zodra hij het mee weer vaker doet, gaat het ook wel weer beter. En kan hij dus ook zijn werk weer oppakken. Ze hebben intussen ook nog te maken met een assistente van Colton die eigenlijk stiekem gewoon verliefd op hem is. Die Riley probeert steeds onderuit probeert te halen. En dat is best wel een heftig dingetje. Zij verschijnt ook in dat ziekenhuis en Riley vindt dat natuurlijk helemaal niet leuk. En dan zegt Colton ook je moet Riley met rust laten, want Er gaat gewoon nooit wat gebeuren tussen ons. Wij zullen nooit bij elkaar komen. En hij ontslaat haar ook uiteindelijk. Alleen die jongen die het dus zo moeilijk heeft, zijn vader die duikt ineens op. En bij dat huis. En die jongen die, hij heeft ook een pistool en hij wil die jongen gewoon meenemen. Want hij zegt het is mijn zoon en hij gaat nu met mij mee. En Riley die probeert hem met het leven te beschermen van je moet niet aan die jongens komen. Uiteindelijk vindt daar ook een schietpartij plaats en die man die gaat uiteindelijk dood. Voor hun is dat eigenlijk best wel een oplichting en Colton die komt op een gegeven moment ook aangesneld. Die is natuurlijk helemaal bezorgd over Riley. Waarom heb je dit gedaan? En zij zegt ook ik moet die jongens beschermen.
is best wel een dingetje. Maar uiteindelijk komt dat allemaal goed. En die jongen is natuurlijk wel weer heel erg in zichzelf getrokken. Maar na verloop van tijd gaat hij ook wel weer beter erop. Riley vindt het in het begin wel weer heel erg moeilijk om op de groep aan het werk te gaan. Ze heeft ook aardig wat blauwe plekken. En gelukkig is de politie er ook wel op tijd bij. Waardoor het dus toch met een sisser afloopt. En dan komt eigenlijk al gelijk de proloog. En die was voor mijzelf ook niet helemaal helder. Riley en Colton zijn inmiddels getrouwd. En ze hebben ook een aantal kinderen. Alleen er wordt ook de naam van die jongen die het dus zo moeilijk heeft. Die wordt genoemd. Dus ik weet niet of dat hun die jongen hebben geadopteerd. Ze hebben ook eigen kinderen. En of dat... Ja, hoe dat precies in zijn werking is gegaan. Want dat is best wel lastig. Hij is in ieder geval ook gaan racen. En ze zijn heel trots op die jongen en zo. Maar ik vond het einde een beetje vaag. Het is wel een beetje zijn leven lang en gelukkig. Maar ik vond het niet heel erg helder hoe dat dus in elkaar zat. En je hebt daar een beetje je vraagtekens bij. Althans, dat had ik heel erg. Ik begreep het einde niet zo heel erg goed. Maar toch... vond ik het een heel mooi boek en heb ik heel erg uitgekeken naar deel 3. Het heeft me zeker niet teleurgesteld. Alleen ik had het fijn gevonden als er wat meer duidelijkheid over zou zijn. Hoe dat nou precies in elkaar steekt. Omdat ik dat niet helemaal begreep. Maar ik vond dit zeker een reeks die ik aan kan raden. Ik denk ook dat dit het laatste boek is. Omdat dit echt wel het einde is. Maar echt een hele goede reeks. Dus dat is Driven van... K. Bromberg. Mocht je van de romantische boeken houden, is dat zeker een reeks die je kan aanraden. Het volgende boek komt uit de Chicago Syndicaat serie en dat is deel 4. Dit deel heet Cam en dit is geschreven door Soraya Naomi. In mijn eerdere boekreviews heb ik al verteld dat dit een beetje een boek is wat over de maffia gaat. Wat mij niet heel erg trekt. Maar ondanks dat kon ik het toch niet laten om deel 4 ook te lezen. Cam, eigenlijk heet ze Camilla, die is nu officieel lid van het syndicaat. Haar vader die was eerst de leider, maar die heeft nu... de leiding overgedragen aan Adriano. Omdat Adriano en Cam samen wilden zijn, hebben ze het zo opgelost. Omdat ze eigenlijk geen relatie binnen het syndicaat mogen aangaan. Het is voor Cam wel heel moeilijk om bij het syndicaat te komen. Adriano heeft natuurlijk de leiding en hij zegt ook van ze is nu volleerd lid. Jullie moeten haar ook echt zo behandelen. Maar de bescherming gaat wel als eerste naar Cam. Zij vindt het best wel moeilijk om daar... mee om te gaan. Want zij wil dingen op haar eigen houtje doen. Maar Adriano is gewoon heel beschermend. Waardoor het allemaal best wel lastig in zijn werk gaat. Ze hebben te maken met een aantal mensen. Dat is onder andere Dikke Sal. Zo noemen ze hem. Die heeft een club. Alleen die club die heeft, dat is eigenlijk een nachtclub, maar in die nachtclub heeft hij ook een soort BDSM afdeling waar hij vrouwen dus vasthoudt en die dus gewoon helemaal afgeranseld worden. En Camly heeft daar een tijdje voor gewerkt. In eerdere boeken is dat duidelijk geworden, maar hij laat haar eigenlijk niet los en hij wil haar steeds weer opnieuw te pakken krijgen. Maar ze willen eigenlijk... er wordt eigenlijk een beetje gedreigd. Er is een man die heeft haar geholpen om te ontsnappen. En die wordt nu dus daar vastgehouden. En zij is erop gebrand om die man daaruit te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Alleen ze hebben hem ook vast moeten zetten. En ze willen dus weten wat er allemaal gaande is in die club. En, want ze willen eigenlijk die club overmeesteren. Ze bedenken een heel plan en uiteindelijk zijn ze dus gewoon ook in die club met een aantal vrienden. En dan gaat het mis, want er is ook een vrouw die heeft ook heel slechte bedoelingen. Die is ook eigenlijk helemaal gek van Adriano, die wil hem voor haarzelf. Nou, dat kan Cam natuurlijk niet toelaten. Die zit vast in die kelder bij die club. En dan wordt die club ineens overvallen terwijl hun binnen zijn. Ze kunnen elkaar niet meer terugvinden. Cam die zit gevangen samen met de vrouw van... van Luca. Dat is Fallon. Ze zit samen met Fallon vast in een van die cellen. En... Cam die wordt zelfs aangerand omdat ze dus
iets willen wat zij heeft, maar wat ze hem niet wil geven. Uiteindelijk weten ze te ontsnappen, maar is een van die mannen die komt achter Fallon aan, omdat er het zusje van Cam zit vast, het halfzusje, en die moeten ze zien te bevrijden. Luca is hier natuurlijk heel erg op tegen, maar hij wil per se, die mannen die haar hebben, die willen per se dat Fallon opkomt dagen. Na heel veel ruzies en gesprekken en discussies besluiten ze om dit toch te doen en gaan ze toch daarheen. Cam die moet in de auto blijven, maar dat doet ze dus niet. Ze gaat uiteindelijk toch die auto uit en zij verstopt zich. Maar dan wordt zij gevangen genomen en ze weten niet waar zij is. Ze worden er helemaal gek van en ze gaan dat hele syndicaat gaat eigenlijk kijken van oh, waar zit zij nu? Kunnen we haar redden? Ze zit op een landgoed bij een hele gevaarlijke persoon ook. En ze moeten eigenlijk dat landgoed, iedereen op dat landgoed moeten ze uitschakelen. Maar dat is een hele moeilijke klus, want er lopen een heleboel mensen rond. Iedereen trommelen ze op en uiteindelijk bestormen ze dus die of dat landgoed. En omdat Cam dus vermist is, komen ze erachter waar Cam zit. Die zit in een kamertje ergens op dat landgoed. Maar het is heel moeilijk om te vinden, want ineens vliegt een van die kamers vliegt in de fik. Gelukkig is het niet de kamer waar Cam zit, maar ze raakt wel buiten bewustzijn. En is ook heel erg mishandeld, dus het gaat niet goed met Cam. Ze weten haar te vinden, ze belandt ook in het ziekenhuis en uiteindelijk zien ze in het ziekenhuis ook dat zij zwanger is. Wat eigenlijk best wel een schok is, omdat het eigenlijk niet echt iets is wat bij dat syndicaat past, omdat het heel gevaarlijk werk is. Uiteindelijk komt Cam er gelukkig bovenop en besluiten ze om gewoon dat kindje natuurlijk te houden. Cam die stopt, die heeft wel minder werkzaamheden nu bij dat syndicaat omdat ze zwanger is. Omdat het gewoon heel erg lastig is en heel kwetsbaar natuurlijk. Maar uiteindelijk worden ze wel, blijven ze gelukkig bij elkaar, Adriano en Cam. En kunnen ze het leven gaan leiden van twee ouders, ondanks dat Adriano wel bij het syndicaat blijft. Ik vind dit boek heel moeilijk om uit te leggen, omdat het best wel een heel erg lastig boek ook is. Ik zie nu toevallig ook, ik zit even te kijken, ik zie ook dat er nog een deel 5 is. Dat is Logan. En ik denk wel dat ik dat boek toch nog ga lezen, want ik ben dan toch wel heel benieuwd hoe dit allemaal verder gaat. Al moet ik wel eventjes op diep graven wie Logan ook alweer was. Vind ik deze reeks een aanrader als je van simpele boeken houdt niet. Als je ook niet zo houdt van geweld en zo, vind ik dit boek zeker geen aanrader. Omdat het wel echt een serie is waar veel moorden in worden gepleegd. Maar de verhalen zelf vind ik wel mooi. Alleen de heftige dingen vind ik zelf wat minder. Dus als je echt niet zo van de heftige verhalen bent, zou ik deze reeks niet aanraden. Maar ik ben zelf toch wel heel erg benieuwd ook naar boek 5. Dus ja, waarschijnlijk ga ik die toch nog wel lezen. Het volgende boek is Verleid Me. Dit is een boek van Stephanie van Mol. Zij is een Belgische schrijfster. En ik zeg bijvoorbeeld al, deze boeken zijn ook echt wel in het Belgisch geschreven. Je moet daar een beetje van houden. Ik vind het zelf wel grappig hoor. Sommige woorden denk ik ook, dit klopt niet helemaal. Maar het is leuk geschreven. Dit boek gaat over Emily Jonker. En zij is aan het werk in een ziekenhuis. En ze wordt opgeroepen op de spoedeisende hulp. Want er komt een topsporter binnen. En dit is Olivier Prins. Hij is een topvoetballer en de aanvoerder bij een voetbalclub, FC Livius 85. Hij raakt geblesseerd tijdens een voetbalwedstrijd. En als zij eigenlijk zijn kamer binnenkomt, is hij dus zwaar onder de invloed van medicatie. Want hij heeft verkeerde medicatie gekregen. Waardoor hij best wel lompe opmerkingen maakt. Waardoor de eerste ontmoeting tussen die twee niet echt van een leien dakje gaat. En hij haar ook een paar oneerbare voorstellen doet. Zijn meerdere die is er ook bij. En die verschuldigt zich ook bij Emily. Van neem het hem niet kwalijk. Hij is onder invloed. Dat is niet de bedoeling. Maar ondanks dat voorval is Olivier toch wel gecharmeerd van de knappe Emily. En als hij terug op controle moet, dan is hij toch wel vastbesloten om zijn excuses aan te bieden. En hij wil haar heel graag meevragen op een date.
Zij zegt eigenlijk, ik date niet. Zij is helemaal uit het dating gebeuren en ze date al helemaal niet met patiënten. Dus zij houdt het eigenlijk steeds af, maar hij blijft volhouden en uiteindelijk krijgt ze dan toch een eerste date. Het heeft hem heel veel moeite moeten kosten om dat te doen, maar het gebeurt wel. Emily die staat onder die heeft een arts die boven haar werkt en die is eigenlijk, daar kan zij heel goed mee. Maar die gaat op een gegeven moment met pensioen omdat hij, dat heeft hij aangekondigd. Hij is al wat ouder, hij wil nu graag gaan genieten van zijn, van zijn pensioen die hij heeft verdiend. En dat betekent ook dat zij eigenlijk de kans kan maken om een meerdere te worden. Alleen ze heeft ook een collega en die vader van die collega zit in het bestuur en die collega vindt Emily nogal leuk. En hij vraagt haar ook heel vaak al, heeft hij haar mee uitgevraagd, maar zij heeft het elke keer afgehouden. Van, nee, ik deed niet en ik wil het allemaal niet. Hij probeert ook zelfs de patiënt Olivier van haar af te pakken, want hij vindt haar niet geschikt daarvoor. Maar uiteindelijk houdt ze wel vol. Alleen de relatie tussen Olivier en Emily gaat op een gegeven moment eigenlijk heel goed. Ze hebben het heel erg leuk. Ze zijn vaak bij elkaar. En hij is inmiddels ook weer helemaal genezen van zijn blessure. Dus ze kunnen toch op een gegeven moment een leuke band opbouwen met dates. En er komt toch een relatie uit voort. Alleen krijgt Olivier dan een aanbod om naar het buitenland te gaan. Nou, dit is voor Emily best wel even schrikken, want zij heeft haar leven natuurlijk hier. Zij heeft een goede baan in het ziekenhuis, is daar heel erg blij mee. Maar dan gebeurt er iets in dat ziekenhuis waardoor zij eigenlijk niet meer de meerdere wordt, maar waardoor zij eigenlijk zou moeten werken onder die collega waar zij helemaal niet mee kan. Ze had dit ergens ook al wel verwacht, maar het is ook heel erg raar, want die man die met pensioen zou gaan, die zou nog een paar maanden werken en was van het een op het andere moment is hij uit het ziekenhuis gegooid. Waardoor ze eigenlijk zegt, nou ik stop hier. Ze pakt haar spullen en ze gaat weg en uiteindelijk besluit ze dus toch met Olivier mee te gaan naar het buitenland en daar een leven op te bouwen, omdat ze daar ook als arts aan het werk kon. Heel erg mooi verhaal, ik vond het echt heel erg leuk. Ik dacht eerst een beetje sportgenre, niet echt mijn ding, maar uiteindelijk vond ik het verhaal echt heel leuk. Ik vind Stephanie van Mol leuke boeken schrijven, ondanks dat het dus een beetje in het Vlaams is, kom je er wel makkelijk doorheen en zijn het hele leuke boeken, dus ik vind het wel een aanrader. Het volgende boek komt uit de Verboden Vruchtenreeks. En dit is een reeks van Penelope Bloem. En dit is deel 3. Dat heet Zijn Tractatie. Het is ook wel een hilarisch. Het zijn best wel hilarische boeken. Je moet er wel van houden. Emily die krijgt een nieuwe baas. En als hij eigenlijk die ruimte binnenkomt lopen, dan ziet zij gelijk al dat hij super knap is en super sexy. Alleen het is ook haar middelbare schoolvlam. Hij moest toen eigenlijk heel weinig van Emily hebben. Zij is op die school best wel getreiterd. En hij had een vriendin op dat moment. En die was heel gemeen. En die vond het leuk om Emily te treiteren. Dus dat was eigenlijk gewoon helemaal niet tof. En hij herkent haar ook niet. Dus zij besluit om haar mond te houden. Toch wordt de band wel steeds beter tussen die twee. En zij heeft het ook wel heel erg naar haar zin op het werk. En hij vraagt haar mee om naar een soort feest te gaan. Het is een verkleedfeest. En ze gaan dus ook allemaal verkleed. Het is een Halloween party eigenlijk. Dus wat ze aan hadden, weet ik niet meer precies. Maar je merkt al wel dat eigenlijk alles ervan afspat wat hun doen. Zij geeft ook creatieve lessen aan oudere mensen. En hij sluit ineens aan bij een van die yogalessen. Een van die lessen is dus ook yoga. Daar sluit hij bij aan. Nou, zij kan haar helemaal haar concentratie niet meer in bedwang houden. Ze vindt het allemaal maar lastig. En ze voelt gewoon heel erg de spanning tussen hun. Maar dan zijn ze dus op dat Halloweenfeest en besluiten ze om naar het dakterras te gaan. Want daar zijn ze heen gelokt door een van de vrienden van van de man. Het vervelende is dat ik zijn naam even kwijt ben. Die kan ik ook niet terugvinden.
Ze hebben een heel goed gesprek en uiteindelijk gebeuren daar ook wel wat dingen op dat dak. Alleen ze zijn opgesloten dus door een van die vrienden. Dan moet Emily naar het buitenland en heeft de man in kwestie toch wel een beetje spijt dat zij weg moet gaan. Omdat hij toch wel beseft dat hij echt goede gevoelens voor haar heeft. Hij zet een heel plan in werking waardoor alle vrienden die hij heeft opgetrommeld worden. Maar dit gaat weer totaal mis. Een van die vrienden die is helemaal vrouwengek. Dus die staat met twee vrouwen te praten. Waardoor hij de taxi mist waar zij in zit. Zij zou dus ook een taxi nemen. Of ze zou eigenlijk meerijden met een vriendin van haar. Maar ze besluit om een taxi te nemen. Want ze wil geen afscheid nemen op het vliegveld. En twee andere vrienden die posten weer bij haar appartement. En die man die zou dus dan gaan naar haar. Eigenlijk was het plan om haar op te pikken. En haar dus mee over te halen om toch te blijven. En anders ging hij misschien mee. Uiteindelijk belandt zij dus in het vliegtuig. Waardoor er dus wel wat dingen gebeuren op het vliegveld. Waardoor zij een van die vrienden ziet rennen. Die een shirt heeft meegenomen uit een shop. Waardoor de politie weer achter hem aanrent. En zijn vrouw. Nou, heel erg hilarisch. Ze vindt het allemaal heel vreemd, maar ze denkt het zal wel. Zij stapt in dat vliegtuig en uiteindelijk weet de man het vliegtuig tegen te houden. Waardoor ze toch een goed gesprek kunnen hebben. Waardoor hij zegt, ik kom met jou mee. Ik kan niet gelijk mee, want ik moet hier eerst wat dingen afronden. Maar daarna kom ik naar je toe. En dan gaan ze dus met z'n tweeën naar Parijs. Want daar kan zij dus een hele goede stage gaan doen. En ze mist het wel heel erg dat ze de vrienden niet meer om zich heen heeft. Maar ze hebben wel elkaar. En uiteindelijk zullen ze naar de stage ook gewoon weer terugkeren naar New York. Geloof ik is het. Naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Heel erg leuk boek. Ik weet het is heel vervelend uitgelegd. Omdat er heel weinig over bekend is. En ik me ook altijd voor dit soort video's weer even moet inlezen. Het zijn hele leuke boeken. Het zijn, als je fan bent van Jennifer Probst tot Audrey Carlin, dan zijn dit echt hele leuke boeken met ook heel veel hilariteit. Ze zijn wel heel seksistisch, dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Dat er soms opmerkingen in voorkomen dat je denkt, oké, moet dit? Maar ondanks dat vond ik het een heel erg leuk boek. En kan ik je de Verboden Vruchtenreeks best wel aanraden, omdat er gewoon heel veel humor in zit. En daar hou ik zelf wel van. Het volgende boek is Verlangen van Audrey Carlin. En deze komt uit de Mannen van de Wereldreeks. Dit is deel 1. Het gaat over Parker, Boy en Bo en Royce. En zij zijn echte vrouwenmagneten. En zij hebben een heel erg goed lopend bedrijf. En zij helpen dus vrouwen die in nood komen. En ze hebben allereerst een klus in Parijs. Daar moeten ze een jonge vrouw helpen die na het overlijden van haar vader het bedrijf moet overnemen. Waar ze heel veel moeite mee heeft. Waar ze echt hulp bij nodig heeft. Dus je moet denken bij hulp in de financiën. Ze krijgt hulp bij de kledingstijl om zelfverzekerder te worden. Deze drie mannen die hebben alle drie een eigen specialisme. Waardoor ze dus vrouwen op de juiste manier kunnen helpen. De vrouw heet Sophie. En ja, ze heeft ook moeite met mensen ontslaan. Want ze komen op een gegeven moment erachter dat er een paar werknemers niet heel erg die hebben slechte bedoelingen in het bedrijf. Waardoor zij daar dus achter komt met die mannen. En ze dus uiteindelijk die mannen moet ontslaan. Daar komt ook een vechtpartijtje uit voort. Ze krijgt een paar klappen. Maar omdat die drie mannen erbij zijn, hakken ze er meteen op in. En ze zeggen ook, je kan nu je spullen pakken. En ik begeleid je wel even naar buiten. Moet wel zeggen dat Parker die heeft een hele leuke klik met Sophie. En ze beginnen een soort van friends with benefits relatie. Maar ze zijn er wel heel duidelijk in. Als ik uit Parijs wegga, stopt dit ook. Hij heeft in eerste instantie best wel moeite om te vertrekken. Maar het is ook goed. En ze houden gewoon contact als vrienden. Maar dan moet hij naar New York om een beroemdheid te helpen. Zij kan niet meer acteren. Zij is eigenlijk haar acteer. Kan
carrière een beetje kwijtgeraakt. Zij vindt het heel erg moeilijk. Ze zit heel erg in een depressie. Ze heeft het er gewoon heel erg moeilijk mee. En Parker die gaat haar helpen. Die logeert ook in haar huis. Maar eigenlijk kunnen ze het huis niet uit zonder dat ze worden belaagd door de paparazzi. Dus hij besluit ook een aantal dingen om met een andere auto. Om haar dan gewoon mee te nemen. Zodat ze toch wat dingen van de stad kan zien die ze nog nooit heeft gezien. Omdat ze dus bijna nooit buiten komt. Omdat ze belaagd wordt door de media. Zij is een heel ander type als dat ze zich voordoet. Het is een hele gevoelige vrouw. Maar voor de camera moet ze gewoon echt heel erg goed haar best doen en presteren. Terwijl ze dat eigenlijk heel erg moeilijk vindt. Toch is er tussen Parker en haar een hele bijzondere klik. En voelen ze ook meer. Dus ook hieruit komt een soort van relatie voort waar ze eigenlijk geen naam aan willen geven. En zodra ze gaan een paar films van haar bekijken en daar wordt ze toch wel weer heel erg enthousiast van. Waardoor het uiteindelijk toch weer beter met haar gaat. Dan krijgen ze ook nog een fotoshoot. Bodie doet de fotoshoots en die komt ook over. En ze maken een paar mooie foto's voor een mooi artikel voor de New Yorker. En in de hoop dat mensen anders naar haar gaan kijken als wie ze echt is. En dat ze eigenlijk alleen maar klussen wil doen die ze echt leuk vindt. Heel mooi boek. Ik heb inmiddels deel 2 gelezen. Het einde vond ik een beetje abrupt. Want Parker die verlaat New York omdat hij weer naar haar volgende klus moet. Dus het was ook echt de vraag van hoe gaat het verder tussen die twee. Ik weet het inmiddels. Ik ben nu aan het wachten op boek 3. Ik vind het echt wel een hele leuke reeks. Ik vind de boeken van Audrey Carland sowieso heel leuk. In het begin moest ik wel eventjes heel erg erin komen van hoe zit dit precies. Maar ik vond het boek zeker een aanrader. Zeker een hele leuke reeks ook. Die je ook best wel makkelijk wegleest. Dus dat vind ik altijd wel een pluspunt. Dus ook echt een superleuk boek. Het laatste boek wat ik las komt uit de Sea Breeze Meets Rosemary Beach serie. Dit zijn boeken van Abby Kleins. En dit is deel 3, het beste wat ik ooit meemaakte. Ik ga er gelijk bij zeggen, voor mij was het allemaal ook niet helemaal helder meer. Want ik ben ooit begonnen met de Sea Breeze boeken. En inmiddels was het allemaal heel erg lastig omdat het voor mij heel lang geleden was van wie hoort nou bij wie. Dit verhaal gaat over Ellie Hardy. Hij is jaren geleden vertrokken vanuit Seabreeze omdat hij wat van de wereld moest gaan bekijken en hij daar gewoon even weg moest. En zijn beste vriendin die ging trouwen en hij was daar eigenlijk heel erg verliefd op dat meisje. Dus hij besloot om weg te gaan. Maar dan moet hij terugkeren omdat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met zijn oma. Zijn oma die is ernstig ziek en hij moet dus terugkeren. Wat voor een heleboel mensen in Seabreeze gewoon heel erg lastig was om hem weer te zien. Omdat ze niet weten waar hij is geweest en wat er met hem is gebeurd. Het wordt eigenlijk ook heel lang niet echt duidelijk, moet ik zeggen. Zijn beste vriendin Bliss die is getrouwd met Nate en die geven regelmatig feestjes en daar ontmoet hij weer op Helia Finlay. Dit is de zus van Nate en ze hebben toen een heel leuk gesprekje gehad op de bruiloft, maar ja, eigenlijk verder niet zo heel erg veel. De familie van Ellie is best wel een beetje boos op Ellie omdat hij dus... Ik zeg Ellie, volgens mij is het Eli. Een beetje boos omdat hij dus zomaar is vertrokken. En Opelia die gaat dan een stukje met hem wandelen om hem wat beter te leren kennen. Maar ook Opelia is gewoon best wel gekwetst, zeg maar, in haar leven. En ze begint Eli steeds leuker te vinden. Alleen ze weet niet hoe lang hij weer zal blijven voordat hij weer zal vertrekken. Hij gaat wel op zoek naar een woning en een baan. Zodat hij in ieder geval die maanden kan overbruggen. Maar ze durft eigenlijk ook niet echt over haar gevoelens te praten. Omdat ze niet weet of het wederzijds is en of hij heel erg lang zal blijven. Dan gaan ze toch een paar keer bij elkaar eten. En hebben ze het eigenlijk wel heel erg leuk. En ook op andere fronten hebben ze het gewoon heel gezellig. Waardoor zij echt merkt dat ze best wel heel erg verliefd wordt op Eli. Dit is natuurlijk best wel lastig omdat Eli een heleboel geheimen heeft. Uiteindelijk blijkt dat hij getrouwd is geweest en ook een kindje heeft gehad. Die zijn samen
zijn vrouw is overleden bij een auto-ongeluk. En die is ook vreemd gegaan, geloof ik. Dus dat heeft hem heel erg gekwetst. Ze ziet die gekwetste blik ook wel in zijn ogen. Maar hij wil er ook niet over praten. Uiteindelijk komen ze wonder boven wonder toch bij elkaar. Omdat ze eigenlijk niet bij elkaar weg kunnen blijven. En beginnen ze toch wel een hele leuke relatie. Waardoor ze het gewoon eigenlijk heel erg leuk hebben. En het toch wel heel erg goed afloopt voor beide partijen. Zou ik het boek aanraden? Ja. Wat ik wel zou aanraden. Als je dit soort boeken leuk vindt, lees de hele reeks achter elkaar. Dan is het wat duidelijker. Want ik wist dus bijvoorbeeld niet meer van wie was Eli nou de zoon. Wie waren zijn ouders? Ik wist het gewoon echt niet meer. Dit was zo lang geleden voor mij. Ik weet dat deze review even heel kort is. Ik heb er kort wat over verteld. Maar het verhaal is zo ingewikkeld dat ik het niet heel duidelijk aan jullie kan overbrengen. Omdat er gewoon te veel dingen spelen. En omdat ik zelf ook een beetje de volgorde van de ouders en iedereen een beetje kwijt was. Dat vind ik dus het nadeel. Dus zou je dit boek nou aanspreken, raad ik je aan om de hele reeks te lezen. Omdat het net iets makkelijker is. Dan waren dit al mijn gelezen boeken van april. Sorry dat misschien sommige boeken heel erg onduidelijk uitgelegd zijn. Ik ga een nieuwe tactiek bedenken dat ik wat meer aantekeningen ga maken, zodat ik er wat duidelijk over kan zijn. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om deze video's te maken, maar zoals je merkt heb ik soms een beetje moeite om boeken goed uit te leggen, omdat verhalen soms heel ingewikkeld zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie lezers zijn en of dat jullie misschien genres hebben waar jullie helemaal gek van zijn. Voor mij zijn dat toch wel de romantische genres die ik heel erg leuk vind. Maar misschien ben je wel meer van horror of meer van fictie. Dat kan natuurlijk allemaal. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook graag lezen of dat je er helemaal niks mee hebt. Ik ben ook wel benieuwd of je na aanleiding van deze video zegt, goh, dat boek zou ik best wel willen lezen. Of ik heb hem al gelezen, ik vond hem wel of niet goed. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Als je dan een belletje aanzet, krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Even je duimpje omhoog en ik hoop je bij een volgende video weer te zien.